zo'n tankvliegtuig zien vliegen met heel veel F-16's ernaast. Dat doen we ook om naar Afghanistan te komen. Hoe lang duurt dat nou? Uurtje of 6, 7. En dat klinkt raar, maar hangt een beetje van de wind af. Als je tegenwind hebt, dan duur je er iets langer over. Als je wind mee hebt, dan gaat het ongeveer een uurtje of 6. Hoe vlieg je dan? Om even uit te breiden op je vraag. Je gaat vanaf hier gewoon naar het zuiden, over Duitsland. Een beetje over Joegoslavië richting Turkije heen. Vanaf Turkije, boven Iran langs. En vanaf daar kom je bij de Afghaanse grens. Uiteindelijk krijg je een andere call sign, hoe dat dan heet. Ga je het oorlogsgebied binnen, zou ik maar even zo zeggen. En dan kan je zo op Kandahar staan. Dus een uurtje of 6. Oh, oké. Okay. Ja. Mirte? Hoe lang is het gemiddelde daar blijven? Hoe lang blijf je daar? Ja. Ja, wij twee als vliegers gemiddeld 8 weken. De jongens van de landmacht die zitten daar 4 tot 6 maanden op de grond. Die verschillen die zitten erin dat wij allerlei verplichtingen hebben om onze getraindheid bij te houden in de F-16. Waardoor je soms naar een simulator moet wat verplicht is. Nou, daar krijgen we allerlei dispensaties voor, maar wij moeten 8 weken terug. De jongens van de landmacht blijven gemiddeld 4 tot 6 maanden. Ja, want dat is wel natuurlijk aan de orde. Vroeger zag je bij het leger, of dat nou bij de luchtmacht of bij de landmacht of bij de marine was, maar daar ben je niet zo vaak uitgezonden. Maar tegenwoordig als je beroepsmilitair wordt, dan word je natuurlijk veel vaker uitgezonden dan in het verleden. En eigenlijk is het van iedereen wordt uitgezonden, dus dat is wel wat anders. Want ja, soms raken er ook mensen gewond, hè. We hebben ook uit Zeeland, uit Schaik, uit Reek weet ik niet of er iemand in uitgezonden is. Maar er is ook wel eens iemand uit Zeeland, een jongen die is gewond geraakt. En uit Uden is een jongen overleden. Hè. Die is op een bermbom zijn die gereden. En gisteren kwam het er nog over. Ook weer iemand op een bermbom. En dat kunnen ze natuurlijk ook heel goed oefenen in bijvoorbeeld bij de Reek. Hè. Daar heb je springterrein Reek. En daar laten ze ook zien wat je allemaal tegen kan komen. En dat is nog maar een klein beetje. Dat zijn soms zulke kleine, bijna knopen, hè. En dat is wel een bommetje. En als je daar dan als, u zei zojuist, er lopen kindertjes op blote voeten. Ja, als er dan met het blote voetje erop loopt, dan is je voetje er niet meer. Dus het zijn allemaal heel venijnige dingen die je daar dan tegenmaakt. Ik ga afronden met de vragen. Bram, als eerste nog. Ja, in Nederland, als er dan een vliegtuig is die niet Nederland binnen mag, hoe gaan jullie die dan stoppen? Ook dit moet je in groter verband zien. We hebben in heel Europa is een heel netwerk opgebouwd. En elk land levert vliegtuigen om mensen die in de luchtruim hangen en kwade bedoelingen hebben, die te onderscheppen. Dus zo'n vliegtuig die komt natuurlijk vanaf Duitsland, vanaf Engeland, vanaf België, komt die al aanzetten. En dan kan het al zijn dat er al vliegtuigen van die landen naast hangen. Nou, die mogen officieel gezien niet zomaar ons luchtruim binnen zonder toestemming. Daar hebben we onze eigen F-16's voor. Die kunnen daar naartoe vliegen. Dus het is eigenlijk al lang bekend dat zo'n vliegtuig eraan komt. Ja? Dus we zouden ook vlak voor de grens zouden we zo'n vliegtuig al kunnen onderscheppen en daar al naast kunnen hangen. Ja. Dus het is allemaal vrij snel gebeurd. Morris? Hoe groot is Kamp Holland? Nou, vanuit de lucht gezien, Kamp Holland is groot. Er zitten ook meerdere nationaliteiten inmiddels. Het heet wel Kamp Holland, maar ook de Amerikanen zitten daar. Het is groot. En je kunt het denk ik best vergelijken met Vliegbasis Volk ook qua grootte. Er is een hele grote zand aangelegde baan daar neergelegd waar grote zware transportvliegtuigen op landen om die jongens te bevoorraden. En vanuit dat kamp Holland opereren de Nederlandse militairen in Oeruzgan naar allerlei andere kleine kampjes die ze eromheen hebben. Om de boel daar veilig te houden. En wij als luchtmacht zitten daar met onze gevechtshelikopters, de Apaches, die op Gilserijen staan. En dus kamp Holland is vrij groot. Oké. Ik zag, dat is een beetje ongebruikelijk, maar ik zag dat hier ook iemand was die een vraag heeft. Ik doe dat 1 keertje. Ga maar even staan en dan kan je even je vraag stellen. Dat we net al even aangehaald. Je hebt de luchtmacht, hè? Dat zijn de mensen die vliegen en al het ondersteunende personeel daaronder. Dan heb je de marine, die vliegen ook, maar dan met helikopters vanaf een boot. Ja? Dus die varen meestal op zee of zitten onder het water met onderzeeboten. Dan heb je de landmacht, die lopen op de grond en ondersteunen mensen direct vanaf dat ze op de grond lopen en rondrijden met voertuigen.
En dan heb je nog de marechaussee. En de marechaussee die zijn vooral belast met het beschermen van alle luchthavens, de grensbescherming in Nederland. En die lopen ook rond in Afghanistan. En die ondersteunen de landmacht en de luchtmacht dan weer. Dat als zij inzet hebben gehad of ergens iets gedaan hebben, dat ze dat dan toetsen aan de nationale en internationale regelgeving. Dus dat zijn eigenlijk een aantal krijgsmachtdelen bij elkaar. Maar goede vraag, dat we dat even uitgezet hebben. Goed, dankjewel. Ik denk dat ik hierbij het punt afsluit. Hè? Is dat goed? Ja, en maar natuurlijk niet voordat ik Bram en Chris bedankt heb voor jullie toelichting. En ook jullie natuurlijk alle sterkte toewensen voor de komende tijd. Want jullie staan toch voor moeilijke opdrachten. En ook jullie collega's. En daar geven we ook jullie steun aan mee. En ook succes ermee met jullie missie. Dank u wel. Ja. Dank u wel. En hebben we als klein cadeautje voor jullie een hele doos met posters meegenomen. Van een hele bijzondere Nederlandse F-16. Van het F-16 demo team. Daar hebben Bram en ik ook allebei voor gewerkt. Die kunnen jullie meenemen. Verdeel ze een beetje eerlijk, dat je ook een paar op school neer kunt leggen. Maar dan heb je een klein aandenken aan dat wij er vandaag geweest zijn. Prima, nou, dankjewel. En dan denk ik dat daar wel even voor geapplaudiseerd mag worden. En dan zal Anja die datum eventjes dadelijk wat uitdelen. En misschien u erbij ook. En zij hebben hier de doos. En ik denk dat het goed is dat jullie allemaal gewoon eventjes bij hen een poster komen halen. En dan wat er overblijft, dat zullen we even verdelen voor de scholen. Hartelijk dank en jullie hele fijne dagen. Even die kinderen op die afspraak. Ja. Ja, dan luister niet. En dan zet je door de kleur van ons, kansen buiten.